Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Absolute Motors, waar we auto's mooier, beter en sneller maken. We gaan verder met de gele Lamborghini Urus met Novitec onderdelen. Trouwens ook een 812 met Novitec onderdelen. En een van mijn droomauto's. Dat we bijzonder spul binnen hebben staan bij Absolute Motors, dat is een feit. Maar een Honda zoals deze hebben we nog niet eerder gezien. En dat heeft natuurlijk een reden. Er zijn er niet zoveel van. Althans, in Europa in ieder geval niet. En in Nederland al helemaal niet. Sterker nog, dit gaat de enige op Nederlands kenteken worden. Hele mooie, uni-zwarte lak. En ik heb het wel eens vaker uitgelegd, een uni-zwarte lak. Laat heel erg snel imperfecties zien. Deze auto is echt in topstaat. Hij heeft ook heel weinig kilometers, 2000 kilometer maar gelopen. Maar toch waren er heel veel krasjes en dingetjes die in de lak zaten. Dus Stefan die is druk aan het polijsten geweest en heeft dat helemaal strak gekregen. En om dat dan eigenlijk ook weer te beschermen gaan we X-Spel aanbrengen. Dat komt over het hele exterieur. En dan daar weer overheen een coating om je X-Spel weer te beschermen. En het onderhoud natuurlijk weer makkelijk te maken. Maar man, wat een auto. We hebben de 3,5 liter V6, twin turbo. Het zorgt voor 507 pk. Dan heb je nog drie elektromotoren. En die allemaal gecombineerd zorgen voor 581 pk. Op vier wielen aangedreven. Dus dat houdt in dat die 2,9 seconden naar de 100 zou moeten doen. Nou, dat is wel echt snel. Dat is echt snel. 307 km per uur, ja, dat is natuurlijk allemaal fantastisch. Maar wat ik dan ook wel weer heel mooi vind, zijn die carbon details van deze auto. Want de voorlip is van carbon, het dak is van carbon, interieurdelen zijn heel erg veel van carbon. We hebben de carbon achterspoiler en de diffuser is carbon. Maar ook de motorruimte, daar komt weer heel erg veel carbon in terug. Maakt hem wel tof hoor. Hey. Ja, wij gaan in ieder geval verder. Want hij gaat nu naar X-Spel toe, gaan ze hem beschermen en dan hoop ik hem snel aan de klant op te kunnen leveren. Want die zit natuurlijk wel echt te popelen om te gaan rijden. Bijna niet meer te zien, hè? Maar het is een Lamborghini Urus. Nou, je hebt het natuurlijk net in de shots gezien, maar wat een fantastisch apparaat. Een Novitec voorziene Urus. Echt heel erg dik. Ja, je kan hem blijkbaar nog dikker maken dan standaard. En dan denk je ook, wat een kleur. Fantastisch. Een gele Urus. Valt lekker op. Knalt eruit. Carbon. Vet. Maar hij wordt gewrapt. Dus. Zit in dark grey. En dan denk je, ja, weet je, geel naar grijs, is dat dan wel het geschikte voor deze auto? Maar ik denk eigenlijk dat het nog heel erg gaaf gaat staan, want deze auto heeft zoveel scherpe lijnen die je nu eigenlijk bijna niet ziet. Je ziet hier, hier en op de voorkant, het loopt gewoon horizontaal, verticaal, alle kanten op. En dadelijk als die gerapt is, in Satin Dark Grey, dan springt dat er veel meer uit. Dan krijgt die auto veel meer body als het ware. Ja, omdat deze geel is, kunnen we natuurlijk niet alleen maar de buitenkant wrappen. Want als je dan de deur opentrekt, ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Dus we moeten die binnenkant helemaal mee wrappen. En daarvoor liggen de deuren ook op schaagjes. Want die binnenkanten gaan we ook mee wrappen. Zodat eigenlijk bijna niet meer te zien is dat die geel is. Deze, die blijven wel geel. Dus als je goed gaat kijken, dan blijf je het wel zien. Binnenkant van de motorkap kunnen we normaal gesproken niet wrappen, of doen we in ieder geval niet. Maar dat is bij deze ook niet nodig, want die is gewoon volledig carbon. Dus dat staat wel heel erg vet.
Oké, hoe vaak heb ik al gezegd dat dit mijn favoriete auto is? Laat het weten in de comments, want ik weet het niet meer. Porsche GT3 RS, dan wel de 991. Kwam binnen in het wit, zoals je kan zien. Wel met zwarte accent al. En die gaat nu deze kleur worden. Is overigens een originele Porsche kleur. Deze folie hebben wij laten maken. En die is gematcht met lava orange. Dus het gaat wel heel erg gaaf worden. Ook hier geldt weer, we pakken de instap mee en de binnenkant van de deuren om het wit weer mooi oranje te maken. Of tenminste weer mooi oranje, om dat mooi oranje te maken. Want bij zo'n kleur exterieur, als je de deur opentrekt en de binnenkant is niet meegerapt, dan valt het op. Stel de auto zou zwart zijn geweest, dan was het geen probleem. Want dan lijkt het namelijk in te blenden met het interieur. Maar als die wit is of geel, zoals je net bij de Urus zag, dan is het wel fijn om dat deel mee te pakken. Dus we hebben nog een hoop werk te gaan. We hebben zelfs de kleine ruitjes achter gedemonteerd, zodat we weer wat verder weg kunnen werken. Zodat je dadelijk echt niet meer kan zien dat die gewrapt is. Ja, de professional zal het misschien her en der kunnen zien, maar voor een leek zeker niet. Top auto. Een van mijn favorieten, heb ik dat al gezegd? Top. Deze 675 LT hebben jullie al wel eens voorbij zien komen. Sowieso zien jullie al vaker een 675 LT voorbij komen, want wij hebben er ook eentje als demo-auto. Ja, ja, best wel dik natuurlijk. Nee, niet best wel dik, heel dik. En we hebben er nu nog één staan. En dan denk je, ja, oké, dat is wel vet, maar hoe bijzonder is dat dan eigenlijk? Er zijn er maar 500 van gemaakt, dus dat is wel degelijk heel bijzonder. En het is een hele mooie auto. En die verdient het dan ook om beschermd te blijven. En dat gaan we dan ook doen, want we gaan een X-pijl aanbrengen over heel het exterieur. Want ja, uiteindelijk, het is gewoon een gelimiteerde oplage. En of dat nou uiteindelijk geld waard wordt of dat je emotionele waarde heel hoog is, dat maakt eigenlijk niet uit, zolang die maar in de beste staat blijft. En daar gaan wij voor zorgen. The A12 is now complete. Let's do a quick recap of everything we have done to this bad boy. Okay, so we have some yellow striping from front to back on the car. This bit previously was satin black. It's now wrapped gloss black. We have Novatec full carbon body parts. We have the front lip, grille surround, side skirts. It will have wing mirror caps eventually, but they're not in at the moment. Carbon fiber three-piece spoiler. Some Novatec exhaust surrounds, Novatec wheel spacers to give it a wider stance, and a Novatec rear diffuser. And to top it all off, the crowning pieces, we sprayed the logos gloss black and the exhaust tips satin black. Zoals jullie wellicht achter mij kunnen zien, is onze fotoboot een klein beetje aangepast. Nou, de wand is gewoon nog zoals die was, maar er staat een brug. En dat heeft natuurlijk een reden. Ja, we gaan niet zomaar ergens een brug neerzetten. En dat is omdat hier nog een extra werkplek gecreëerd is. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat we nog ergens anders een fotoboot moeten gaan creëren. Heb jij nou een goed idee over een nieuwe fotoboot? Laat dat dan even weten in deze comments. En wil jij het eindresultaat zien van deze dikke GT3 RS? Abonneer dan ook nog eventjes op ons kanaal. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video van Absolute Motors.